Tijdens een school, mijn toneelschoolperiode, deed ik al veel, redelijk veel dramafilms en dat soort dingen. En af en toe, ik weet wat, op een gegeven moment was er een van de musical en daar mochten wij dan ook zo'n beetje op de achtergrond aan meedoen. Maar tijdens een van die reclamefilms kwam ik een actrice tegen. Dat vernam ik dan naderhand. Vanaf dag 1 is dat heel goed gegaan. En waar kwam zij vandaan? Zij kwam van het festival in Cannes. En daar had zij een Libanees-Franse film. En ze is nog steeds Hollands. En we zijn eigenlijk heel snel samen gaan leven. Ik geloof van dag 1 zo'n beetje. En die zei mij op een gegeven moment: God, wil je nou wel, ben je er zo zeker van dat je hier op het toneel wilt staan in alle mogelijke theatertjes en vochtige hoeken van het land? Want waarom zou je niet het proberen in de films? En ik zei dus: dat is zo moeilijk, dit en dat. Ja, maar niet hier, maar in het land, het Finland van dit moment. En dat was Italië. Dus na lang beraad en anderhalf jaar verder, we waren ondertussen getrouwd, zijn we met een oude auto, en ik meen 800 of 900 gulden in onze zak, zijn we naar Rome gereden. We waren natuurlijk nog vol ambitie je denkt van misschien dat het lukt, weet je wel. Dus toen kwamen wij eraan. Ja, toen kwam je in Italië. Toen begon eigenlijk meteen het grote avontuur met het maken van commercials en fotoromansen. Ja. Die in die tijd, kan je dat uitleggen aan de kijkers die dat niet weten, maar in de tijd... Ja, fotoromansen is een romantische story in foto's. En die heette in Italië Fumetti. En die waren enorm populair. En ik kwam via een of andere Coca-Cola commercial, kwam ik in contact met een agenten. En die zei, begin eens met die fotoromances. Films was al, je zag wat er omging in Rome. En je begreep wel dat het allemaal booming was. En van Cinecittà was je ook een keer langs gereden. Dus ik ben toen vrij snel in die fotoromances gerold. Onder de naam Roel Bos. Ik merkte op een gegeven moment, kwam ik in een of andere supermarkt en toen werd ik aangesproken door een aantal kassières paar fumetti's, een paar fotoromans die gezien hadden. Ik dacht, hé, die dingen worden goed verkocht en die zijn blijkbaar wel heel commercieel. Zo ben ik eigenlijk begonnen daar. Toen kreeg je je allereerste filmrol. Bij niet een van de kleinste regisseurs, Luchino Visconti. En je beroemde tegenspeelster. Ja, het was eigenlijk geen rol, het was een figuratie van een dag of twee dagen, dat weet ik niet eens meer. Dat was Vaga Stella d'Orso met Claudia Cardinale. En ik heb een of andere mute scene met, tenminste, ik praat dan wel, maar je hoort niet wat, of zij ook geloof ik. Je weet niet wat er gezegd wordt. En dat was mijn eerste ervaring en die was vooral interessant omdat, zoals je zelf al zegt, Luchino Visconti is natuurlijk een enorme naam in Italië. En het was werkelijk heel bijzonder, zeker voor iemand die nog geen enkele ervaring had, om hem te zien werken. Die paar dagen dat ik daar was. Dus dat was, zeer interessant. En toen op een gegeven moment, toen was ik waarschijnlijk al een jaar in Rome of zo. Toen
En ik kon dus rondkomen door de fotoromances. Ik had een vrij commercieel hoofd en ik heb een aantal commerciële shots, films, foto's voor een paar producten. En toen op een gegeven moment zei mijn agent dus, hey, er is een screentest voor een western. En probeer daar eens aan mee te doen. Nou, dus ik heb daar een screentest gemaakt en verwacht er verder heel weinig van. Kijk, in die tijd was Rome, in Rome zat de hele filmwereld. He, het was Hollywood en dan was het Rome en dan eigenlijk Engeland met zijn eigen studio's. Maar alle acteurs, die vooral ook om dat genre van die spaghetti western, wat opeens heel populair werd, die probeerden allemaal een geluk. Dus je had er Engelsen, je had er Duitsers, je had Fransen, je had Amerikanen, je had Amerikaanse producties. Von Ryan Express met Sinatra, El Cid met Charlton Heston, een heleboel uiteindelijk, wat was het, Cleopatra met in een veel later stadium, met Liz Taylor en Richard Burton. Enfin, ik heb die Provino heet dat Italiaans, een screentest gemaakt. En op een gegeven moment kom ik een vriend van mij tegen op de Via Veneto. Via Veneto moet ik even zeggen, daar gebeurde alles. Via Veneto was een aaneenschakeling van een paar cafés, van een paar terrassen. En aan de ene kant had je dan Donés van de Via Veneto. Dat was vooral waar de Amerikaanse acteurs zaten en de Amerikaanse toeristen. En wij zaten dan de rest van de acteurs met nog dromen om op een gegeven moment beroemd te worden. Die zat aan de andere kant, Café de Paris. En dan had je ook bepaalde tafels. Je had, als je dan al een beetje bekend was, dan zat je eigenlijk wel een beetje vooraan. En vlak bij de ingang, dan kreeg je een automatische tafel. En hoeveel minder je bekend was, of überhaupt niet, zat je, als je überhaupt een tafel kreeg, zat je rechts en links van de hoofdingang, meters voorbij. Dus daar speelde zich eigenlijk de hele filmwereld zat daar. En als je dan niet in de studio zat of je was niet aan het toeristische sites aan het kijken, dan kwam je daar langs en dan zat je daar ook meestal de hele avond, soms een halve nacht. Enfin, ik kwam daar dus een Amerikaanse vriend tegen en die zei, hey man, we're starting to shoot a movie. Ik wist helemaal nergens van. Zei, wat movie? Zei, nou, ben je nog niet al gebeld door je agent, dit en dat? En ik zei, ja, mogelijk, maar we hadden toen nog geen mobiele telefoon. Dus waarschijnlijk was ik niet thuis. En toen hoorde ik dat ik was uitgezocht. En bij de eerste film en western. En dat was Rayos con Dios Gringo. En ik was zelf stom verbaasd, omdat ik het absoluut niet verwachtte. Ook omdat je, ja, je denkt, jezus, hè, die screentest, die gingen dagen, weken door. Er waren zoveel acteurs die natuurlijk zo'n test wilden maken. En die werden uitgekozen om zo'n test te doen. Dus ja, dat was het begin van mijn eerste film avontuur als hoofdrolspeler. Ja, toen, dat was Faya Condias Gringo van Eduardo Mulaggia. Ja. Daar moest je een beetje in bluffen om door te zeggen dat je paard kon rijden. Ja, dat was natuurlijk waanzinnig, want ik kon helemaal niet paard rijden. Dat is wel een van de vereisten voor een spaghetti western acteur. Enfin, ik had, toen mij daarnaar werd gevraagd, toen zei ik, ja zeker. Ik zei, mijn moeder komt uit Texas en daar doen ze niks anders als een paard zit. Dat was volledig gelogen, want mijn moeder kwam uit Groningen. Dus wat was een stukje bij elkaar uit de buurt. En toen zei mijn agent, die zei, jezus, je moet in ieder geval proberen het een en ander te leren. En toen heb ik een aantal dagen op een paard gezeten. In een of andere manege en een beetje buiten Rome. En dat was hel. Want mijn achterwerk zag eruit als een soort pen en ei hutspot idee. En ik kon het natuurlijk op dat moment ook nog niet echt. Zo snel gaat het ook weer niet.
Maar tot ons grote geluk, het was een kleine productie. En ze moest zoveel mogelijk budget besparen. Toen had de regisseur, die had het idee gehad om een postkoets te nemen, te huren. En daar zijn zes, ik meen dat we met z'n zoveel waren, dat ze vier of vijf. Van Pedro Sanchez. Ja, Pedro Sanchez zat erin. En die heeft ons toen in die postkoets gedrukt en daar zes paarden voor gezet. En de verhaal was dan een beetje dat die koets die ging langs allemaal dorpjes waar gevechten waren en waar scènes waren met in dit geval Lucrezia Love, die in de film de hoofdrolspeelster was. En dat speelde zich godzijdank af in een zonder dat ik op een paard hoefde te zitten. Dat is mijn grote redding geweest, denk ik. Uiteindelijk was dat een leuke, kleine, maar zeer geslaagde film. Bolero, a wild bolero. Bolero, a dance of life. But life and death go hand in hand when men have guns. Bolero, a dance of danger. Gunmen who play with van een ander kaliber. Dat was niet zo'n kleine spaghetti western, best een grote spaghetti western en een groot succes. Django Spara per Primo. Ja, van Alberto de Martino. Ja, wat zijn je herinneringen daaraan? Goed. Want het was natuurlijk, voor mij was het opeens een behoorlijk impegnativo, zoiets in het Hollands. Dus een enorme druk op je, je had die ene western had je gedaan, maar dit was, zoals je zelf ook zegt, was echt een van een veel groter kaliber. En gelukkig kon ik toen redelijk paardrijden, dus dat viel mee. En in die film zaten ook een paar, één heel bekende spaghetti western acteur, Fernando Sancho, bijzonder aardige vent. En twee geweldige actrices, Evelyn Stewart en Erika Blanc. Ja, Evelyn Stewart en Erika Blanc. En Alberto Lupo, dat was een bekende televisiepersoonlijkheid en ook wel stond ook op toneel. Nando Gazzolo, dat was een uitstekend theateracteur. Dus het was een goede cast, heel veel geleerd. Leuke film, wel, het was een van de eerste westerns wat uiteindelijk Bud Spencer en Terence Hill het meest gedaan hebben, een beetje de komische kant van de western. Dus het was niet meer zozeer de violence, de vrede, waarin de spaghetti western heel erg afweek van de Amerikaanse. Want de romantiek was
niet of nauwelijks aanwezig. En vrouwelijke rollen waren er over het algemeen ook niet zoveel in die spaghetti western. En dat was natuurlijk een heldere techniek. Vooral door Leone, die dus werkte met die onvoorstelbare close-ups van een paar ogen. En de muziek natuurlijk van Ennio Morricone, die heel belangrijk is geweest. Dus de spaghetti westerns waren je weet het, het is een cult geworden uiteindelijk. En ik heb dus nog ook, ik zit op Facebook bijvoorbeeld, enorm veel reacties nog steeds. En ook van heel veel jongere mensen waarvan je denkt, nou, mijn publiek is nou allemaal 70 en 80, het vroegere publiek. Maar je hebt dus nog steeds die invloed van die spaghetti westerns. Zeker, hele stijlvolle producties. Wat je net zegt, die synthese tussen beeld en geluid was heel sterk in die films van Leone. Bij die film van Alberto de Martino misschien ook wel, maar er is een duidelijke uitzondering. Dat is een hele sterke opening scène, ja, waarin jij ja. een vrij lange monoloog hebt. Ja. En bij een later, ik weet niet meer met wie dat was, maar dat was een vrij bekende interviewer die heel veel van spaghetti westerns wist. En dat was een Engelsman naar mijn idee. Ik weet nog niet meer wie dat was en wanneer het precies was. Het is tijdens een of andere latere western geweest. En die vond de muziek, de openingsmuziek uit Django's Per Primo, een van de beste stukken muziek die er voor westerns was gecomponeerd. Dus, en dat gebeurde dan, onder andere tijdens die openingsscène. Nou, wat was het probleem met die openingsscène? Die hebben wij geschoten in Spanje op een van de laatste draaidagen. Ik weet niet precies wat we daarna nog gedaan hebben, maar niet zoveel. En wij moesten, of we zouden eigenlijk, ik meen dat het de trein was, moesten halen van Almeria, wat dus waar die westerns geschoten waren, en dat was de hele western village in ons, naar Madrid. Ik meen dat we naar Madrid nog moesten een paar dagen. En het idee was dat we die trein s'avonds zouden nemen, en anders hadden we dat 1 of 2 dagen moeten uitstellen. En toen zei Alberto, dus de regisseur, zei tegen mij, god, Glenn, ik heette Glenn Sexton al op dat moment, van, kan je proberen om die beginscène, die dus tussen jou, in het begin met de bounty killer en later, is die hele beginscène, is eigenlijk mijn verhaal tegen mijn dode vader die over een paard ligt, die daar uiteindelijk door die bounty killer is vermoord. En om dus mee te worden genomen naar de plek waar hij moest afleveren voor geld. En die scène daarna, waar ik dus eigenlijk een beetje ons verhaal, ons familieverhaal ophaal met die vader, dat is inderdaad een hele lange monoloog. En die is geschoten met 2 camera's, 1 voor de close-ups en 1 voor de longshot. En die heb ik inderdaad in 1 keer gedraaid, achter elkaar. Nou, dus aan het einde was iedereen hyper blij en we konden op tijd de trein halen. Dus, maar dat is inderdaad een enorme, het was een hele grote scène en het is altijd in mijn memory blijven, omdat het toch heel, ik moest ongelooflijk geconcentreerd zijn om natuurlijk de hele scène in mijn eentje te doen. Ecco fatto. Tra poco finito e ti sistemo per bene. Non è stato piacevole con questo caldo. Tu invece, per quanto ne so io, non hai faticato troppo in vita tua, Ci credi? Non ho mai saputo che mestiere facevi. Siamo stati insieme talmente poco noi due. Un giorno uscivi di casa magari per comprare del tabacco. E ti rifacevi vivo dopo 3 anni. Fin da piccolo me la sono sempre dovuta cavare da solo. Se non era per il manifesto della taglia, non sapevo neanche se rivivo o morto.
E ti pare bello tutto questo? Lasciare un figlio così per tanti anni? Bolero. Ja, het is wel een van de spaghetti westerns waarin je ook veel meer aan acteren toekomt dan alleen maar paardrijden of schieten. Ja, als je het vergelijkt met, je hebt In Magnifico Texano gedaan, Il Lungo Giorno del Massacro, Canonje Sinasje. Dat waren ook allemaal regisseurs die denk ik van een iets ander kaliber waren dan Alberto. Ja, hoewel ik moet zeggen dat Eduardo Boulargia, de regisseur van mijn eerste western, was eigenlijk wel een regisseur die zich ook om de acteurs heel veel bekommerde. Alberto was een heel goede regisseur, maar was vooral een actieregisseur. Was vooral iemand die zei van, die zich interesseerde voor de vechtscènes, voor de shooting, voor de laatste scène waar de een de ander doodschiet aan het einde. Zich heel erg met de technische kant bemoeide, maar wel iets minder met de acteurs. Hij liet ons ook wel heel vrij in die sens, dus... Criminaal is een Fumetti-personage, hoe heet het? Een stripverhaal. Maar dit is dus een criminaal is een man die eigenlijk door en door slecht is. Maar hij is altijd de hoofdrol in al die stripverhalen. Hij is het belangrijkste personage. En toen dat dus naar buiten kwam, het was ook nog een bijzonder populair. Populair boekje, populair stripverhaal. En toen er naar buiten kwam dat ze criminaal wilden gaan verfilmen, dat was de Titanus, een grote distributiemaatschappij. En daar had ik van gehoord, klaar. Ik heb er verder niet bij nagedacht. Op een gegeven moment toen werd ik uitgenodigd om daar. Over het algemeen hoef je, dat is het mooie in Italië, over het algemeen hoef je geen, als je even bekend bent, hoef je geen screentest meer te doen. Terwijl je in Amerika, Holland weet ik niet, ik geloof het ook, daar gaan ze continu door met screentest doen, ook al ben je bekend, ben je groot, dit en dat. En in Italië is dat niet zo. En een Italiaans regisseur die er mee zei, ik heb al die veel zin, ik ken die personages door en door. Ik weet wel wat ze kunnen, wat ze niet kunnen. Dus waarom moet ik de screentest doen? Je doet de screentest voor, weet ik het desnoods voor het uitfiguren van een bepaald kapsel of een bepaalde make-up. Of
En dat was in Criminaal, toen ik dus werd uitgenodigd om, om met Umberto Lenzi een gesprek te hebben. En toen bleek dus dat Umberto mij al voor die rol wilde. En de enige screentest die ik gedaan heb daar, dat was dat die test voor de make-up. Ik heb op een gegeven moment ook een beetje donkere ogen. Het is, je moet een beetje ook dat personage van het boek verwerkelijken. Hè? Dus een beetje een surrealistische toon. Ja, maar dat is helemaal. Daar heb ik toen inderdaad een screentest voor gedaan, om dat uit te werken. En ik heb ook in die films, als je ziet, heb ik ook een beetje dat donker en een beetje ander. Een beetje vreemde make-up. Wat uiteindelijk in Johnny Depp vele jaren later, in Pirates of the Caribbean, met al die enorme schmink die hij heeft op zijn ogen en rondom. Was dit ook het idee om dat te doen? Dat hebben we ook verwezenlijkt toen. Ja, ja. Maar dat was inderdaad Criminaal, omdat het zo'n succesvol personage was. Was voor mij het moment in een filmcarrière, het grootste moment. Criminaal was ook een groot succes in Italië, ook zelfs buiten Italië, werd de film veel verkocht. Wat vond je van Umberto Lenzi als regisseur? Want die is later heel succesvol en bekend geworden met films in alle genres. Ja, hij heeft eigenlijk alles gedaan. Dit is geen enkele genre, een beetje. Ja, volgens mij heeft hij geen western gedaan. Jij hebt zelfs westerns gedaan. Heeft hij westerns gedaan? Ja, ja. Ja, Umberto, ja, mooie figuur. Ik heb wel heel veel met Umberto gelachen en zo. Ik herinner me een van de laatste dagen van Criminaal, toen filmden we in Londen. En toen hadden we een van het heel Londen was, de productie had veel te laat gereserveerd, heel Londen was uitverkocht zo'n beetje. En wij zaten in een van de griebes hotelletje, zaten met z'n tweeën. En dat was het mooiste, was, de wc was op de gang. Nou, dat was helemaal natuurlijk waanzinnig, want je zat normaal gesproken in 5-sterren hotels een heleboel. Maar goed, daar zaten wij dan in. En we hebben daar een paar scènes gedraaid in Londen. En op een gegeven moment, we zijn er misschien, weet ik het, een week geweest. En we zijn gaan eten en we gaan naar bed. En hij zei, oké, Jeff, see you tomorrow en dit en dat. En ik ben gaan slapen en ik hoor ergens midden in de nacht hoor ik een geluid. Glenn. Aiuto, help! Ik denk, wat is dat in godsnaam? Dus ik herkende vaag de stem van Umberto, of ik dacht van, heb ik het gedroomd? Of ik doe de deur open. En ik zie daar een soort, ja, er was een soort bovenraampje op de wc, die was verlicht. En daar was Umberto, die moest naar de wc, en die kon de deur niet meer openmaken. Dus hij wist dat ik een paar kamers verder zat. Hij heeft mij wakker geschreeuwd. En met de conciërge hebben we uiteindelijk die deur open gekregen. Dat was een van de mooiste herinneringen die ik heb met Umberto. Ja, een kleurrijk figuur was Umberto zeker. Hij stond er ook onbekend dat hij vrij snel die actiescènes kon opnemen. Ja, hij was technisch heel erg goed. Ik had natuurlijk een contrafigura, een body double. Ja, een dubbel en een stuntman. Want er waren natuurlijk een aantal scènes die je niet mag doen als acteur. Omdat als jij je pijn doet, dan staat de hele film staat stil. Dus, maar er was één scène die ik wel zelf heb gedaan. Ik weet eigenlijk niet waarom ik daar toestemming voor heb gekregen. Maar goed, die had ik. Dat was een scène op de rijdende trein. En die reed niet hard op de trein. Maar goed, het was een rijdende trein. Waar ik op het dak van die trein loop en naar een andere wagon toe. En je springt zelfs. Ja, ik spring zelf. Hè? Ja, je weet beter dan ik. Ja. Dus dat was inderdaad een van de scènes die je normaal gesproken nooit doet. En dat was ook met Umberto in die tijd. En die had inderdaad vechtscènes als die we erin deden. Die waren tot de puntjes uitgewerkt. Elke slag die je maakt, vuistslag, die wordt uitgewerkt. Je mag natuurlijk de hand dan niet raken, want dan heb je het probleem. En dat, ik heb op een gegeven moment ook nog een training moeten doen in shadowboxing.
Dus dat is dus niet iemand raken, maar juist net niet raken. En dan moet je ook natuurlijk oppassen met de camera stond. Want is staat de camera zo, en dan, kijk, hier klopt dat, oké. Maar staat de camera voor je, dan zie je dus dat die vuist, die dat gezicht passeert. Dus je hebt een samenspel van acteurs en camera die heel goed moet luisteren. Maar inderdaad, Roberto was een uitstekende technicus en een hele snelle werker. Ja, ik heb met plezier met hem gewerkt. Ja, ik blijf het toch een van de hoogtepunten van je carrière vinden, want die film is nu nog ontzettend vlot, hij is kleurrijk, er zit een mooie 60s schwung in, ja. De muziek is lekker, ja. En goede spelers. Je had Helga Liné als tegenspeelster. Ja. Nog even over de muziek. Ik weet niet of jij dat weet, maar de muziek is geschreven door de zoon van Mussolini. Klopt. Romano Mussolini, ja. Klopt. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, echt bijzonder. Ja. En Helga, ja, Helga, prima. Spaanse actrice, voor vuur en vlam. Heel veel films gemaakt ook, Helga. Leuk. Ik heb eigenlijk met al die lui ben ik heel erg vriendschappelijk omgegaan. Ik had een uitstekende, oh nee, dat was later, dat was in de tweede. Goed, dus de komen misschien nog op mij. Nou, de tweede kunnen, want er speelt Helga Liné opnieuw in. Bijna net zo leuk als de eerste film, met wat nog meer exotische locaties. Ja, ja, was dat wel zo? Ja, dan de, god, ik verwar af en toe de locatie. We hadden in één, in Criminal 1 hadden we vooral Turkije, we hadden de Zwarte Zee, we hadden Londen. En we hadden Spanje natuurlijk, want het was een co-productie met Spanje. En in de tweede hadden we Libanon, denk ik. Ja, Libanon hebben we gespeeld. Daar hebben we ook Spanje gedaan, Rome natuurlijk. En een lange cruise naar Alexandrië. Ja, dat was het leukste. Ja. We hebben een, die ging vanaf Genua naar Alexandrië. En daar hebben we behoorlijk veel scènes aan boord gedaan. Ik had vooral veel scènes met Andrea Bozic, de inspector eigenlijk. Of tenminste, ik had veel contact met hem. Bijzonder aardige vent, goede acteur. We hadden altijd samen daar, s'avonds in de heerlijk eten natuurlijk. Je reist de eerste klas op zo'n cruise, dus het was allemaal perfect. En toen zijn we inderdaad aan Alexandria van boord gegaan. Sono l'ispettore Milton di Scotland Yard. Vi prego di arrestare quest'uomo. È criminal, un pericoloso bandito ricercato dall'Interpol. Cosa? Ne siete sicuro? Non ho dubbi. Un momento. Non conosco il signore, ma sicuramente è pazzo. Osservatelo bene. Sì, i baffetti, la fronte alta, l'occhio spiritato. Guardate l'identikit. Se quello è il volto di criminal... Criminal è lui. Ma commissario, non ascolterete queste sciocchezze? Sciocchezze? Tutti sanno chi sono. Io ho un passaporto regolare. Basta, fatelo parlare. Non è la prima volta che un furfante si spaccia per ispettore di polizia con lo scopo di truffare un miliardario. È successo anche a Monte Carlo un mese fa. Non crederete? Sentite. Het is een heerlijke 60s cocktail van allerlei genres. Ja, ja. Hoe heb je dat even? Dat moet fantastisch zijn geweest om die tijd in Rome mee te maken. Ja, de 60 jaren waren natuurlijk exceptioneel überhaupt. Alle grote regisseurs, alle grote talenten die waren allemaal samen. Het was de tijd van Fellini, het was de tijd van Visconti, het was de tijd van Antonioni, dat was de tijd van Rossellini, ga zo maar door. Dus het is ongehoord. En het bizarre ook is dat na de begin 70 jaren, was die hele epoca, die was eindelijk verdwenen. En ik denk nog wel eens, het was misschien een Fata Morgana wat ik heb beleefd daar of zo. Dat is echt niet voor te stellen. Nou, we hebben de bewijzen, het was echt. Tot echt, hè? Oké, als jij het zegt dan.